Goedenavond, welkom op deze live-uitzending. En dit keer over een mannenbroek. Want inderdaad, wij verkopen vanaf nu ook mannenbroeken. Verkopen we dan geen vrouwenbroeken? Nee, natuurlijk. We blijven zeker en vast gespecialiseerd eveneens in vrouwenbroeken. Maar nu vinden we het toch wel de moeite waard om ook mannenbroeken te verkopen. Hoe is dat zo gekomen? Wel, heel eenvoudig. Op aanvraag van de mannen zelf, mannen die hun vrouw begeleiden en die zeggen: Oh, mijn vrouw heeft zo'n heerlijke broek. Heb je voor mij ook een broek? En natuurlijk, waarom zouden we dat dan niet doen, hè? En dit keer wil ik het graag met u hebben over deze chukbroek van Brax. Het is een moderne, sportieve broek voor mannen die echt van comfort houden. Het is een Braxbroek, geen Eurexbroek. Eurex verkopen we ook, maar nee, dit is een Braxbroek. En het is een high-flex broek. Je kan het hier zien, misschien gaat de camera tonen. Het is werkelijk een high-flex broek. Wat wil nu een high-flex broek zeggen? Wel, dat is een broek met extreem bewegingscomfort. Zeer gemakkelijk om te bewegen in alle richtingen. En heel erg belangrijk is dat ze na het bewegen terug haar oorspronkelijke vorm gaat aannemen. Dat is belangrijk. Ze gaat niet steeds maar groter en groter worden. Nee. Ze neemt haar terug haar oorspronkelijke vorm weer aan. Het is zoals je ziet een five pocket, een leuke denim broek en natuurlijk in katoen. Dat wil zeggen huidvriendelijk, ademend, heel leuk om te dragen bij een sportieve gelegenheid. Het is een slimfit broek. Ah, slimfit, dat hebben we al wel eens gehoord bij de damesbroeken. En wel ja, inderdaad, ook bij de herenbroeken spreekt men over een slimfit broek. Wat wil dat zeggen, slimfit bij de herenbroeken? Dat wil zeggen aanpassend. Aanpassend van de bovenbenen tot beneden aan de enkel. En natuurlijk een smalle pijp. En zo een slimfit broek die aanpassend is van boven naar beneden, wel, die zorgt ervoor dat je groter en slanker wordt. En ja, heren vinden dat ook wel belangrijk en gelijk hebben ze natuurlijk, hè. Deze broek is natuurlijk zeer gemakkelijk in onderhoud. Gewoon wassen zoals je gewoon bent met een denimbroek, hè. Zo, dus heb je interesse in deze broek? Je bent natuurlijk echt welkom in de winkel met veel plezier. Zo, fijne avond nog. Dag.